Daar gaan we, hè? Daar gaan we. Grotverdorie. Wat zeg jij? Grotverdorie. Beetje apart, of niet? Een beetje. Jij moet ook eens excuses aanbieden daarvoor, of... Ja, misschien, doen we misschien dit wel, hè? Maar, heb je overwogen, misschien... misschien ook niet. Ik vind het dus jammer altijd, dat je altijd, als je gewoon objectief iets fout doet, dat je dan gewoon gaat ontwijken en ontduiken. Ik heb het gevoel, soms moet je gewoon een keer bij je kladden gevat worden. Door ik ga ontduiken. Ja, tuurlijk, ik ga ontduiken. Ik ben degene die altijd ontduikt, natuurlijk. Ja, ja, want ik ben nu ook aan het ontduiken met wat ik nu zeg en doe. Ja, de chat kan het misschien wel bepalen, hoor. Maar volgens mij ben jij aan het ontduiken zelfs, trouwens. Het is heel toevallig, als iemand jou op jouw gedrag aanspreekt, dat het dan toevallig net dat die keer aan iemand anders ligt. Ja, oké, je hebt wel gelijk. Misschien ligt het aan mij dit keer, hè? Sorry. Wat dacht je daarvan? Ja, maar je moet eigenlijk een video van maken wel. Oké, chat. Daar gaan we. Ben ik weg? Want ik ben niet per se zeg maar deel van de community. Nee, maar jij bent als emotionele ondersteuning weer erbij. En om mij nou, een lijkt beetje het als, bij nee, de kladden te vatten. Maar nou lijkt het alsof ik ook me moet verontschuldigen, maar ik heb nee, ook verontschuldigen. Als je gewoon even oplet kijkt wat er gebeurt, dan zie je wel dat het allemaal goed komt, oké? Dan gaan we. Hoi jongens, ik had deze video liever niet gemaakt, maar ik wil... sorry zeggen bij deze. Wat ik heb gedaan was niet oké. Het was niet oké en ik had het ook niet mogen doen. Ik heb een ernstige fout gemaakt in mijn inschatting van de situatie. En ik ben over de schreef gegaan. Ik wil graag mijn excuses daarvoor aanbieden. En zeggen dat ik het nooit weer ga doen. Ja, ik ga je even onderbreken, ja? Want dit is wel, kijk, je bent nu een video aan het doen, dat gaat goed, en je hebt al een paar keer sorry gezegd, dat is ook goed, maar je hebt nog niet je ukulele erbij gepakt, en ik weet niet hoe je echt kan verontschuldigen zonder een liedje van te maken. Wacht even, dan ga ik even mijn ukulele erbij pakken, oké? Yo, wacht even hoor, even kijken of ik die erbij kan pakken. Bestaat daar... Natuurlijk bestaat daar, tuurlijk. Ja, daar is hij al zelfs. Chat, gaan jullie deze beseffen? Gaan jullie deze werkelijk beseffen? Wat is dit? Wat is dit voor intro? Moet dat? Yo, guys. En ik voel me heel slecht over wat ik heb gedaan. Maar besef dat jullie ook heel slecht zijn. En als mensen zeggen dat ik niet aardig ben, of dat ik wat ik deed, dat ik dat niet had moeten doen, dan zou ik zelf zeggen, hey... misschien moet je gewoon je gore klotenbekken houden. Dit is de sfeer dat het deel van dat ik denk... Dat je zegt... Hey, dat was best oké. Okay. Oprecht excuses. Ja, oké. Ja, maar nu gaat het goed, hè? Nu gaat het goed, toch? Ik voelde hem wel harder toen helemaal die ukulele begon. Ja, oké. Dan gaan we nog heel even door. Hey, en chat? Jullie zijn allemaal gewoon... Dikke fucking losers en wat ik heb gedaan was misschien niet helemaal goed. Maar als je mij gaat haten, dan is het bloed ook aan jouw handen. Maar toch? Ja, hè? Ja, en dan willen we ook nog even persoonlijk gewoon Bekiel erop aanspreken op de gedrag dat het echt niet kon. Gewoon even dit was tot nu toe was het heel algemeen, maar ook nog even hoog persoonlijk Bekiel. Even ook de volgende keer niet meer, oké? Okay? Even normaal. Nee, gaan we doen. Oké. Okay. Bekiel, ik weet dat wat ik heb gezegd, dat wat ik... ook gedaan hebt, dat het misschien niet cool was, maar heb je wel eens overwogen dat jij in de chat ook bij mij een heel ernstige sfeer geeft? En dat ik dat niet cool vind. En dat je eigenlijk één keer die kat er weer bij moet pakken. Maar Kiel, wat je hebt gedaan, je bent je misschien nog niet heel erg bewust, maar dat gaan we fixen. We gaan het nu oplossen. Samen met z'n tweeën. En ik druk je op je feiten. Want wat jij hebt gedaan, dat kan dus echt niet. Je zei dat die hond ranzig was, maar die hond is dus heel lief. Ze is gewoon een schatje. Hij heeft twee minder armen. Moet denk ik of
Ja? Ja, of ja, je account ja. verwijderen, of je moet even één zo'n moe kat. Moe. Kat in de sturen. Ja, als je één moe gebruikt, misschien lost dat alles op. Als je nu één moe gooit, hè? De. Nou. Hey. Ik hou dus van Bekkiel misschien. Die kat is heel erg lief. Ik vind die kat echt mokerschattig. Die kat is heel erg lief. En alles wat je fout hebt gedaan, dat is nu niet meer fout. Dus die kat is heel erg lief. En ik vind dat als ze katten overal doen, dat alles beter wordt en alles leuker is. Want een kat maakt elke foutje goed met die hele lieve oogjes. Kunnen we Bekkiel mod maken? Nice. Gaan we overwegen, dat gaan we overwegen.